Vandaag zijn we bij Hartog Paardenvoeders en Maartje gaat me alles vertellen over het nieuwe product Hartog Comfort. En ik krijg een rondleiding door de fabriek. Superleuk! Hey Sanne, leuk dat je er bent! Hey Maartje, ik ben heel blij dat ik er ben. Laten we gaan! Ja. Hey Maartje, Hartog heeft net een nieuw product op de markt gebracht, Hartog Comfort. Kun je mij vertellen hoe zo'n product tot stand komt? We proberen eigenlijk altijd de vraag uit de markt te combineren met wat ook echt het beste is voor het paard. En daar is nu de Hartog Comfort uitgekomen. Oké. Hey, en kun je nog even kort aan mij vertellen wat jij precies doet bij Hartog? Ik werk op de afdeling Research and Development. En dat betekent dat ik me bezighoud met de ontwikkeling van de nieuwe producten. Zoals dus de Hartog Comfort. Ja, leuk. Dus jij weet eigenlijk alles. En jij staat aan het begin van zo'n product. Totdat het hier in de zak zit. Ja, dat klopt. Hey, en wat is er zo bijzonder aan Hartog Comfort? Normaal gesproken bij onze vorige ruwvoermixen was het een product wat je mengde met een balancer of met een krachtvoer. En nu hebben we een ruwvoermix gemaakt die helemaal compleet is. Dus je hoeft er geen krachtvoer of balancer aan toe te voegen. Deze ruwvoer op zichzelf dekt alle vitamine en mineralen. Oké, dus als ik mijn paard minimaal een kilo, denk ik, geef. Ja, voor een paard van 600 kilo. Ja, dan krijgt ze alles binnen wat ze nodig heeft. Ja, dat klopt. Oké, en ik heb me laten vertellen dat er nog iets bijzonders is, want het heeft een laag suikergehalte. Ja, dat klopt. Deze mix is helemaal vrij van granen en ook van melassen bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat het suiker- en zetmeelgehalte laag is. De suikers die aanwezig zijn, ja, die zijn aanwezig omdat er altijd suikers zitten in de grondstoffen, bijvoorbeeld in gras. En daarom heeft dit product een suikerpercentage van ongeveer 10%. Oké, en in vergelijking met een ander product, hoe moet ik dat dan zien? Granen hebben al gauw bijvoorbeeld een suiker- en zetmeelgehalte van 30%. Ah, ja, dat is het verschil. Ja, en daarnaast hoef je van dit product maar een kilo per dag te voeren. En vaak bij krachtvoeders of mueslies op basis van granen moet je wat meer voeren. Waardoor je uiteindelijk natuurlijk ook automatisch weer meer suikers voert. Mm-hmm. Dus dit product is ook heel geschikt voor paarden die suikergevoelig zijn bijvoorbeeld. Ja, zeker weten. Of die niet zoveel werken. Ja, zeker. Ja. Maartje, er is dus behoefte uit de markt. En dan denken jullie, nou, we willen wel dit en dit product maken. Maar wat zijn nou de eerste stappen in zo'n proces? Nou, eerst gaan we natuurlijk achter de computer zitten. En we gaan brainstormen met het hele team. Of met de afdeling Research and Development. En dan gaan we kijken, wat voor ingrediënten willen we graag toevoegen? Wat zijn de behoeftes van het paard? Wat krijgen de paarden al bijvoorbeeld uit het ruwvoer? Dus we gaan eigenlijk heel erg veel rekenen en bekijken van wat willen we toevoegen, wat willen we bijvoorbeeld ook niet toevoegen? Zijn er waardes die we willen voorkomen of zijn er ingrediënten die we er liever niet in willen hebben? En dan gaan we eigenlijk zoeken naar een hele mooie samenstelling. Dus daar gaat best wat tijd overheen voordat de definitieve samenstelling bedacht is. En dan is de volgende stap dat we het een keer gaan maken in de fabriek. En dan gaan we kijken, is het mooi? Ruikt het goed? Ziet het er goed uit? Eigenlijk van alles. Gaat het goed in een zak bijvoorbeeld ook? Hoeveel kilo gaat er in een zak? Dan gaan we kijken, vinden de paarden het lekker? Dus er zijn heel veel eigenlijk testmomenten waarop wij aanpassingen kunnen doen. Punten die we willen verbeteren of punten waarvan we denken, dat is in één keer raak. Dus dat is eigenlijk een heel erg proces. En hoe lang duurt zo'n proces ongeveer? Dat verschilt heel erg per product. Met de Hartog Comfort duurde het relatief lang. Omdat we eigenlijk nog nooit zo'n product hebben gemaakt. En we hebben heel erg veel tijd besteed aan de smakelijkheid. Omdat we merkten in de markt dat er echt vraag was naar een balancer die ook goed gegeten werd. Dus daarom hebben we heel veel tijd besteed aan zorgen dat de paarden het echt heel smakelijk zullen vinden. Je zei net al, dit is een ander product dan dat we voorheen maakten. Toen was het vooral gras en luzerne. Ja. Maar dit is eigenlijk een compleet voer. Ja, dat klopt. Ons eerste product die alle behoeften van een paard dekt, waar je maar een kilo van hoeft te voeren. Mooi. Innovatief ook. Oké. Hey, ik zou zeggen, zullen we even in de fabriek gaan kijken? Want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig hoe dat er allemaal het echt uitziet. Ja, zeker. Leuk. Oké. Hier ligt normaal gesproken, als we maaien, ligt het hele plein vol met vers gras of verse luzerne. En dat gaat via daar, gaat het de fabriek in. Dus laten we gauw kijken wat er dan in de fabriek allemaal gebeurt. Ja. We moeten ons eerst omkleden. Oké. Nou, dat ziet er een stuk beter uit. Ja, top. Welkom in de fabriek. Zo. Ja, echt bizar, hè? Vet. Het natte gras komt hier binnen, of de natte luzerne, en het komt er aan het einde dus weer droog uit. En dat komt omdat hier in de droogtrommel, daar zit warme lucht in en dat draait. En dat duurt maar een paar minuten.
Dus laten we kijken hoe het daaruit ziet. Hij is heel groot, hè, Maartje? Ja, hij is heel groot. Hoeveel gras gaat hierin? 50 ton. Dus dat is een van de grootste van Europa. Wauw. Warme en droge gras en luzerne naar beneden. En dan gaat het via deze grote machine gaat het op de koelband. En daar wordt het eigenlijk afgekoeld voordat we het verder verwerken. En die koelband gaat dus door de fabriek heen. Als het gras gekoeld is, dan wordt het geperst in een baal. En zodra het geperst is in een baal, zoals je daar ziet, kunnen we het verder gebruiken in een ander product of het blijft in de baal. Dus we kunnen nu even kijken bij de balenpers als je het leuk vindt. Ja. Hier zijn we bij een baal luzerne. Daar kun je een handje van pakken. En als je dit knijpt, dan voel je dat het heel erg structuurrijk is, heel erg grof. Dit heeft dus ook echt een heel erg hoog vezelgehalte. En luzerne heeft daarom ook echt een hoger vezelgehalte dan gras. Dus als je luzerne voert, geef je je paard superveel vezels eigenlijk. En omdat het gedroogd is, dat kan je ook mooi zien, het heeft nog een super mooie kleur. En het kleine materiaal wat je hier ziet, dat zijn de bladeren van de luzerne. Want tijdens het droogproces worden die eigenlijk heel erg klein gemaakt, omdat het natuurlijk helemaal gedroogd wordt. En de stengeltjes blijven intact en het bladmateriaal wordt dus fijn. Ja. En zo ziet het er dus uit. Als het in een baal. Ja, zeker. Laten we even een baaltje gras zoeken, dan kun je het verschil mooi zien. Hier hebben we dus nog veel meer opslag van allemaal balen. En al deze balen zijn dus ook in de droogtrommel geweest. Dit is een baal met gras. En je voelt eigenlijk meteen al het verschil. Ja. Dit is een stuk minder structuurrijk. Dus hier krijgen paarden een stuk minder vezels van binnen. En het ziet er ook heel anders uit. Het is eigenlijk dus ook een heel ander product. Korter. Ja, sommige mensen die denken dat, dat gras en luzerne hetzelfde zijn. Maar het zijn dus echt twee hele andere soorten planten eigenlijk. Ze hebben ook hele andere eigenschappen. En wat is een verschil tussen gras en luzerne? Luzerne heeft een hoger eiwitgehalte en een lager suikergehalte. Hier zien we echt een super grote berg. En dit is het bladmateriaal en dat noemen wij ook wel het goud. Want hier zitten heel veel voedingsstoffen in. En dit zijn dus de hele kleine stukjes blaadjes van het gras en het luzerne. En die zijn heel erg rijk aan voedingsstoffen, omdat het stengeltje dat heeft dus heel veel structuur. En de voedingsstoffen zitten eigenlijk in de blaadjes. En die hebben we nu hier uitgezeefd. En daar kunnen we een brokje van persen. Dus grasbrok kunnen we hier van persen, luzernebrok. En omdat dit dus zo rijk is aan voedingsstoffen, krijg je een heel hoogwaardig brokje op basis van ruwvoer. Hier gaan onze ruwvoermixen in de verpakking. Dus nadat het uit zo'n grote baal eigenlijk in zo'n klein zakje komt, worden er nog toevoegingen aangedaan. En zodra het hele product dan af is, wordt het in een zak gestopt. En dat gebeurt hier. Jeetje, Maatje. Echt indrukwekkend. Heel mooi om te zien. Leuk om te horen. Leuk dat je even wel komen kijken. Ja. Ik vond het echt ontzettend interessant om te zien. Heel mooi. Indrukwekkend ook. En dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. En voordat we dit filmpje op gingen nemen, hebben we aan onze volgers gevraagd van joh, zijn er nog dingen die jullie willen weten? En er kwamen wel wat vragen uit, dus misschien kunnen we die nog even beantwoorden. Leuk! We hebben een vraag van Elise en ze vraagt, worden door de toevoeging van dit voer balancers overbodig? Ja, dat klopt, want er zit dus zelf al een balancerbrokje in. Dus zou je de comfort voeren en daarbovenop nog een balancer, dan voer je eigenlijk dubbel. En dat hoeft niet? Nee, zeker niet. Zelfs beter van niet. Annemarie vraagt van, goh, is het al in de winkel? Ja, zeker. Het is al in de winkels te vinden. Mocht het nou nog niet in de winkel liggen waar jij altijd je paardenvoer koopt, dan kan je contact opnemen met Hartog of met je dealer om te vragen wanneer het in de winkel komt. Mooi. Monika die vraagt, kan ik dit product ook aan mijn hete paard geven? Ja, zeker. Omdat het product dus vrij is van granen, zit er geen energie in wat heel snel vrijkomt, maar komen er eigenlijk alleen maar energie vrij die langzaam vrijkomt. Paarden worden er dus niet heet van. Dus het is zeker geschikt voor paarden die snel heet worden. Nou, goed om te weten. Dankjewel. Oké, bedankt voor de antwoorden. Mocht je nou zelf thuis denken van, ik heb nog een vraag. Stel die in de comments en dan reageert Maartje. En dan kom je alles te weten over Hartog Comfort. Maartje, nogmaals dank dat ik langs mocht komen. Heel erg graag gedaan. Kom je de volgende keer kijken als we gras en luzerne gaan maaien? Ja, graag. Leuk. Nou, gaan we weer op pad. Tot ziens allemaal. Doei. Doei.